Sorry jongens, maar de dokter heeft het even druk nu. Oh, dat is heel jammer, want ik heb iets geks op mijn hand. Wat dan? Je gezicht! Ik vrees dat dit het einde is, Double G! Blijf nou staan! Hey jongens, mijn Jack richt iets op Dab. Hey jij daar! Ja? Je hebt de cruise gewonnen! Serieus? Waarheen? Naar de zee! Meen je dat? Als jij het gelooft! Tuurlijk, maar welke zee dan? Oh, je weet wel, een van die, nou ja, die grote. They can't do it like I do! Oh! Oh nee, ik dacht dat je iemand anders was. Doei! And I never fall off! Clap your hands! Zeg je stem maar vaarwel, Dubbo! Everybody say it with me one time. I just do me, you do you. Waar is het nou? I just do me, you do you. Captain Man, Kid Danger, het wapen van Dr. Mignac ligt achter jullie. I just do me, you do you. Waar zei je dat het wapen lag? Daar, kid, daar! No, they can't do it like me. No, they can't do it like I do. Klaar op 7, naar 7. Dr. Mignac! Gast, wie ben jij nou weer? Dr. Rachel T. Mignac! Oké, wat is daar aan de hand? Ik weet het niet. Ik heb geen blauw idee. Luister, als je een selfie wil maken, dit is niet het moment, man! Gast, wat doe je? Hey! Mackenzie! Pak deze! Wacht! Hé, hey, wat moet ik hiermee doen? Zet Mignac! Oké, maar ik heb nog nooit iemand gezet! Hudson, vang! Zet Mignac! Voor jou doe ik alles, Kid Danger. Je verpest mijn hele concert. Ja. Op de grond jij. We moeten dan weghalen bij Mignac. Hey, daar is Captain Man. Ik weet wat. Bob, spring! Schiet op, Bob! Spring! 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 Spring, Bob! Schiet op, Bob! Hallo, Double G! Leuk dat je nog even binnen komt vallen. Captain Man! Niet vechten. Ik hoef niet te vechten als ik niet wil vechten, toch? Maar maak je geen zorgen, want ik heb hier voor jou de beste persoonlijke gevechtsinstructeurs die gratis langs wilden komen. En wie zijn die gasten? Dit is Sensei Juke, een multigetalenteerde zwarte band in shiitake, pad thai en quinoa. En deze man hier is Harley Birch. Hij ziet er niet fit uit, maar laat je niet foppen door zijn vetrol. Wat is dit nou weer? Oh, dat zijn mijn autosleutels. Ik stop ze weer terug in mijn vetrol. En wie is die persoon? Ah, dit is Kevin. Kevin is... Doe je pas als ik zeg dat het oké is. Het is aan de hand. Hey, hou op! Hou op! Nee, laat liggen, laat liggen, laat liggen. Genoeg. Kijk, Kevin is een straatvechter. Hij gebruikt allerlei objecten en voorwerpen die je kan vinden op straat.
objecten en voorwerpen zijn toch hetzelfde? Doe eens even niet zo bij de hand. Oh, sorry. Goed. We gaan allemaal samenwerken en we maken van jou een snelle, sterke, bispersende machine. Maar ik wil helemaal niet... Dat is mijn datemix. Kijk eens aan. Gevechtsmontage. Wacht, waarom moet ik een blinddoek om? Anders gebruik je supersnelle reflexen. En 1, en 2, en prep, en schop. Nice. En nu. Goed zo. Alles oké? Nee. Hij is oké. Pak hem. Nee, wacht even. Ik wil dit spelletje niet meer. Oh. Wow, niet te geloven. Ik kan gewoon echt vechten. Ja, maar nu moet je laten zien hoe je doet tegen hen. Vertellen, Drax. Behalve Ray krijgt iedereen die wordt gedensiteerd te maken met vreemde bijwerkingen. Zoals die rare monsterklauw. Ik hou van rare dingen. Oké, ik heb geen idee wie jullie zijn, maar ik bel de politie. Ja! Ah, help! Er zit een griezel in mijn laboratorium! Wat was dat? Oh, nee, toch? Wie is dat? Hij is mij! 28 jaar geleden. Man, ik was schattig. Nou, breng kleine jou maar snel weg. Juist. Houd Drax bezig tot ik terug ben. Geen probleem. Kom mee, knapperd. Knapperd? Het is oké, we zijn familie. Wat? Kop dicht. Wat? Me bezighouden? Kid, ik ga je vermorzelen. En als hij terugkomt, vermorzel ik je vriendje, Ray. Oké, ten eerste... We zijn collega's. En ten tweede, ik heb je een pak slaag gegeven bij ons laatste gevecht, weet je nog? Of moet ik je het internetfilmpje nog even laten zien? Even de wifi vinden. Gast, het zijn de jaren 80. Ja, dus? Geen internet? Weet je wat ze wel hebben in de jaren 80? Wat? Een vuist! Oh, je bent echt overal onverwoestbaar. Sorry, kid. Je bent misschien sneller dan ik, maar jij bent niet onverwoestbaar. Maar ik wel. Alles oké, kid? Ja, ik hield hem bezig. Kom op, Ray. Ray, wat is er? Maak je maar geen zorgen, kid. Alles is... Oh, kou, maar dat doet pijn. Maak je maar geen zorgen, want de pijn trekt zo meteen wel vanzelf weg. Au, dat is gebroken. Dat is een gebroken arm. Oh, zielig, arme Ray. Maar Ray, je kan je arm niet breken. Je bent onverwoestbaar. Nee, dat ben ik niet meer. Dit is de dag waarop mijn 8-jarige ik gedensiteerd had moeten worden.
Ray. Geen paniek. Ik weet precies wat ik moet doen. Oké, Drax. Ga opzij, zodat ik in de dancer thuis kan lopen en mezelf weer onverwoestbaar kan maken. Nee! Oké, ik weet niet meer wat ik moet doen. Vaccinesappels naar de kerk. Waarom klink ik als een meisje? En wat moet je met de vaccinesappels? Dolly, 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 dolly. Boom! Wie zijn jullie eigenlijk? Hou je kop! We zullen Kid Danger eens de gazen nemen. Oh, auwie! Laat me met rust! Help! Captain Man! Kom mij redden! Zulke dingen zeg je helemaal nooit. Ja, en waarom zag ik op mijn duim? Tot nu toe ben ik fan van de zak met sinaasappels. Sst, nu komt het stuk waar ik in zit. Haal die duim er vandaan, want hier kom ik aan! Hey, laat haar met rust! Oké, ten eerste kan ik niet vliegen en ten tweede ben ik heel zeker dat ik geen propeller op mijn hoofd heb. Inderdaad. Dat zeg ik net! Zo, dit is wat jullie rotzakken krijgen voor het pesten van Kids Danger. Kikkers! Ik wist niet dat je vliegende kikkers kon oproepen. Kan ik ook niet. Is alles oké, Boy Danger? Boy? Je klinkt niet als een boy. Bedankt dat je me gered hebt, Captain Man. Heel graag gedaan. Hoe krijg ik mijn fruit op tijd bij het kerkfestival, Captain Man? Ik heb geen idee wat je daarnet zei, maar klim maar bovenop mij. Zoom, zoom, zoom. En dan boom, boom, boom. Ja, daar zat ik nou net op te wachten. Hey. Alles goed gaat met... Billy, wil jij Captain Man en Kid Danger even helpen met de airplane mode? Oh, hey. Was dat nou nodig? Vliegtuigmode staat bij instellingen. Hey. Weet jij hoe je vuist schrijft? Eerst een F. Yeah. Nee! Grijp ze! Grijp ze! Grijp ze, schiet nou op! Zes, zeven, acht, kruisen!
Alles oké! Okay. Alles nog steeds oké! Okay. Goed, volgens mij ben ik een onverwoestbare rammelaar. En dat betekent dat ik alles kan doen wat ik wil. En niemand die me tegenhoudt. Voor ongeveer 3 kwartier. Hey, hoe ben je uit die lift gekomen? Trot, kijk uit voor zijn blaster. Dat klopt. Ha! Huh? Nee. Oh, ja. Schwartz, nee! Oh, hey, Schwartz! Doei, Schwartz! Ik ben oké! Schwartz, je bent onverwoestbaar! Ik weet het! Het is koekoek knettergek! Snel, Schwartz! Haal ons uit deze dingen! Schiet op! Oké! Dat dacht ik dus niet! Wat moet ik nu doen? Pak hem, Schwartz! Ja, Schwartz! Sla je slag bij de rammen! Kom op, pak hem aan, Schwartz! Je kunt het! Ja, pak hem! Ja. Goed zo, Schwartz! Pak hem dan. Goed zo, je kunt het. Kom op, jongen, je kunt het. Je hebt mijn ribben gebroken. Kom op, dat is niet oké. Kijk uit, dat is dokter Slaapzacht. Nee, Captain Man. Ik heb dat... Captain Man! Zorg dat mijn jongen ik in de Densitizer komt en trek aan de hendel. Maak je geen zorgen over mij. Ik denk dat hij zich wel zorgen moet maken. Wacht even. Waar is mijn vuist nou? Je vuist is daar. Oh, ja. Je moet die machine in en dan beschiet ik je met protonstralen. Papa! Kom terug. Heel even maar. Het is echt maar heel even. We moeten het serieus doen. Dat is echt heel belangrijk. Zet dat kleine ik in die danser thuis. Ik weet niet of ik de machine draaiende kan houden. We moeten Ray en Henry terughalen, nu meteen. En als het ze nog niet gelukt is? Als we ze nu niet terughalen, dan lukt het misschien nooit meer. Het moet echt gebeuren. Ik ga een superheld van je maken. Kom maar. Kom dan. Is alles oké? Ja, ik voel me heel goed. Auw! Hey, dat deed maar heel even pijn. Captain Man, hoe voel je je?
In twee letters. O. K. Sorry, Drax. Zo te zien is Captain Man weer onverwoestbaar. Overal. Nou, ik ook. Ja, daar komen ze. Wat gebeurt er? Ik hou hem vast in een tijdstroom. Een tijdstroom? Wat betekent dat? Oh. Dat betekent dat hij vast zit in de tijd. Net alsof hij door de tijd zweeft. Ergens tussen het heden, verleden en de toekomst. Goed, Schwartz opzij. Oké. Tijdsbestemming. De datum van vandaag. Min 100 miljoen jaar. Gastrat, kijk. Ja, het is Frittleman. Pardon, meneer Frittleman. Wat? Ja? Hey! Ik wil u voorstellen aan een van onze projectmanagers. Oh! Dit is Jake Hart. Hoi, het is een genoegen u te ontmoeten, meneer Frittleman. Oh, ik schud geen handen. Mensenhanden zijn echt heel smerig. Oh, ja. Vooral die van mij. Wat? Ja, laat maar. Ik wilde u mijn nieuwe das laten zien. Je das? Inderdaad, kijk, hij is van metaal. Oeh! Zie je dit? Zie je wat er aan de hand is? Ja, ik zie het. Rustig aan, maar je maakt me zenuwachtig, man. Ja, mijn vader krijgt zo meteen een baan. Ja, wacht nou maar. Eens kijken of Fritterman hem nog altijd aanneemt als ik hem volpomp met zoomdarts. Opzij! Wacht, dat is mijn zusje. Auw! Hey! Fijn, dat was Piper. Nou, kijk, duw er met. Dus? Hallo? Wat? Hoe kom jij nou weer hier? Via drie vieze bussen en zonder wifi! Maar je kunt deze baan niet nemen. Sorry, maar wie is dit meisje? Oh, ik weet het niet. Weet iemand hier wie dit meisje is? Wacht, waarom heeft het pijltje geen effect op haar? Wacht nou maar. Pap, ik meen het echt! Geen idee, maar ik vind het ongemakkelijk. Hugo, Chavez, brengen jullie dit kind even weg? Die is mooi weg. Ja, echt. Jij hebt ook nog een pijltje in je broekzak. Ja, ik heb het. Dat heb ik jou gezegd op de weg hierheen. Doe het er nou in. Hoe dan ook, als je eventjes zou willen tekenen, hier onderaan... Dan ben je officieel een Frittles projectmanager. Oh, wauw. Dit is echt fantastisch. Sorry, pap, maar het is tijd dat je... Auw! Mijn gezicht! Oh, je schiet hem recht in zijn gezicht! Hij gaat af op de das. Hij gaat af op de das. Hugo! Chavez! Help! Er zit iets in mijn gezicht! De maiscompressors hebben nu een gigantische druk opgebouwd. Ik denk dat die ontploft. Oh nee, niet weer.